De regering zal zich buigen over de problemen bij Surpost. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft maandag een petitie in ontvangst genomen van de vakbond bij het staatsbedrijf. De werknemers vragen dat de regering ingrijpt bij het bedrijf en directeur John Power en de raad van commissarissen naar huis stuurt. Surpost draait op verlies vanwege onkunde van de leiding, vinden de werkers. Ze zijn er gebelgd over dat hun salaris is ingekort omdat ze prikacties hebben gevoerd. De vicepresident heeft beloofd dat de regering zich spoedig zal beraden over deze kwestie. Het zal volgens hem niet lang duren voordat er een besluit wordt genomen.